Robot Entertainment. Robot Entertainment. Yes, vandaag doen we een multiplayer game. Orcs Must Die 2. En de Steam overlay is disabled. So you may not be able to see game invitations from your friends. En er is een reden waarom ik de Steam overlay heb uitgezet. Want anders wordt hij helemaal knettergek van alle mensen die online komen. Of die tegen me beginnen te kletsen. Of weet ik veel wat. En dat lijkt me niet handig bij een videootje. Orcs Must Die 2 van Robot Entertainment. Nou, laten we eerst eens even gaan kijken naar de settings. Want daar ben ik altijd wel dol op. Om te kijken of ik nog wat in kan stellen. Nee. Dat is vrij beperkt. Ja. AA. Graphic Details. En V-Sync. Nou, V-Sync altijd aanzetten. Want anders dan, heb je na een uurtje hoofdpijn. Oh, ik zet het altijd uit. Echt waar? Ja. V-Sync? Ik word er helemaal gek van V-Sync. Hoe kan je nou gek worden van V-Sync? Omdat dat bij mij altijd echt gewoon massieve framerate drops regelt. Nou, dat... Nou ja, ik vind het... Ik vraag me ook eerlijk gezegd eigenlijk af wat het doet, hoor. Qua settings valt het op zich allemaal een beetje tegen. Laten we gewoon beginnen. Ik heb geen overlay aan staan. Dus, ja, daarom zit ik te wachten tot jij een spelletje start en dan join ik jou. Juist, lijkt me handigst. Ben jij er klaar voor? Ja, nee, dat denk ik niet. Maar laten we er maar voor gaan dan. Waiting for other player. Oh, wat moet ik doen? Ready. Dat moet lukken. Press space to nou, en dan gaan we dan. De multiplayer van Orcs Must Die 2. Was this how it would end? Oeh, filmpje. Trapped, surrounded, my power lost. Ja, ik heb het filmpje al gezien. I deserved so much more. Tja. They were coming for me. Once I was their queen. Now they would be my doom. Wat een ellende. Ze hebben het ook niet makkelijk. Kind toch, neem het zulke tieten. It was different. Fragile. Voor hoe oud zijn deze filmpjes ook weer? Knip het er wel uit. Dan ga je me net zo goed gewoon meteen het zwijgen opleggen. Weet je zeker dat je mij hier nog bij wil hebben of niet? Ja, jawel hoor. Maar als je te ranzig wordt, dan knip ik het gewoon weg. Hatzee. Standing right in front of me with that ridiculous grin plastered across his face. Weet je, dat is ook wel een beetje denken. Nou. Bruce Campbell, de B-ster van... The Rift! Can't you feel the magic returning? Did you open it? Nah, I'm more of a closer. Hey, aren't you that crazy lady that tried to kill me? There's no time! The orcs are right behind me! Waarom weet ik dat nou niet meer? Ja, geen idee. Oh ja, ik moet mijn defenses nog kiezen. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Wat wil ik allemaal hebben, joh? Ik heb geen idee. Oh, ik ben vergeten om die dingen te kiezen, dus ik ben nu zeer beperkt uitgerust. Maar ja, ik heb een pistool. Oh ja, welke gebruik ik er al? Oh ja, de blunderbus, ja. Dat ik veel ook allemaal, ik kies wel gewoon wat zo. Jij gaat voor de springtrap, ik ga voor, nou weet je, ik druk gewoon op G. Springtrap, ja, dat is ook wel behoorlijk hoor. Shiny. Zou jij anders wat voor die tar traps neer kunnen leggen? Deze? Ja. Ja, twee en dan is het geld op. Nou ja, dan zou ik zo zeggen, we gaan beginnen en dan gaan we er eens even een paar slopen. G. Keep it coming. Drie. Zo. Waar komen ze vandaan eigenlijk? Oh, hier. Pas op voor een karretje. Rechte muisknop! Moeder aan de bak! Kan ik jou ook voor je tonnen schieten? Mij niet. Ik moet zeggen, het allerleukste vind ik dat deze orks zijn ook zo gekwetst als je ze sloopt.
Mami. Hop. Hoppatee, karretje. Oh, ik kan het. Zie ik wat anders dan handkarren. Ik weet niet, het is er zeker genoegen in het slopen van orks. Van orks, ja, slopen van orks is altijd goed. Oh, ik heb weer tijd. Ik heb weer wat van die tar dingen, denk ik. Dat is ik maak mij tijd. Oh. Orkies, orkie. Hey. Waar komt die nou vandaan? Ja, die zie ik misschien net een beetje weg. Ah. Dus dit kan mijn schuld zijn, zeg maar. Lastig. Ik sluit dit niet uit. Ja, maar dan komen we dus niet helemaal volledig ongeschonden uit strijd. Dat is jammer. Ik weet niet. Ik vind het toch een beetje, ik weet niet, werken met één hand. Wat? Overigens mag ik van Martijn geen schunnige opmerkingen meer maken, dus ik zal het hierbij laten. Nou, dat heb je mij niet horen zeggen, hoor. Ik knip ze er alleen uit. Zie, dit bedoel ik. En ik ga deze pareltjes niet laten gaan voor iemand die ze eruit kent. Dus als ik masturbatiegrappen wil maken, dan doe ik dat dan een andere keer. Ready, aim, fire! Waarom planten we dat hele ding vol met zooi eigenlijk? Ik vind het wel. Wat me een beetje tegenstaat in deze keer, en dat had ik vorige keer ook al, is dat als je normaal schakel je terug naar je wapen als je op escape drukt. En deze game doet dat niet. Dat is raar is dat. Lijkt mij gewoon een kwestie van wennen. Nee, je kan het niet aan wennen. Nou, ik moet zeggen, ik vind de moeilijkheidscurve vind ik een beetje vaag. Want in dit geval ben ik toch al even bezig met met één hand in de grond te dienen, zeg maar. Ja. En in latere levels dan wil mijn muisknop een sigaret na een rondje. Omdat zo vaak heb ik hem niet neerklikken. Ja, maar dit ook, weet je loopt een beetje naar achter zo. Het is niet echt werken, dit of zo. Nee, ze komen een beetje van één kant. Ik maakte eerder op de avond een opmerking over tienerseks. Die geldt voor dit hier ook. Ik zal hier verder niet dieper op ingaan, want je knipt hem er toch uit. Maar... Ja, dat ook omdat de referentie met eerder deze avond ongeveer 2 weken geleden is. Aangezien dat het item is van 2 weken geleden. Heeft niet. Oh, ik moet op G drukken. Ik druk eens op G, man. Zeg, we maken er wel een zootje van, Martijn. Nou. Ja, er komt ondertussen gewoon bijna niks meer door. Ja, hey, er staat iemand in mijn gezicht te harken. Het is een beetje als bowlen. Ja. Met hoeveel mensen kan je dit multiplayer doen? 2? 2. Oké. Okay. Geloof me, maar meer dan 2 zou ook echt een beetje een... Mayhem. Nou, dat niet eens. Weet je, ik hou wel van een beetje chaos, maar dit is geen chaos, dan is het gewoon overvol. Weet je, een beetje... Ja, ik weet niet. Vol is vol, zeg maar. Wie zei dat ook alweer? Nog een reden waarom deze kerel me doet denken aan Bruce Campbell. Hij kan ook niet dansen. Stomme fucking dansjes. Hey, waarom hebben we maar 4 doodshoofdjes? Ik durf het niet te zeggen. Nee, ik ook niet. Oh ja, omdat jij een keer bent geraakt.
Dat was het denk ik. Geraakt, niet gesloopt. Hè? Ik ben geraakt, niet gesloopt. Ja, maar als je zonder drama wordt het natuurlijk beter. Now the rift opened up. I thought I closed all those. Where are we? What are these tunnels? We're in the Dwarven Mines. It's where I work. Even you're kijken, waar moeten we heen nou hier? Not like I had an in-demand skill set beyond the whole kill orcs cast spells thing. Plus, turns out people weren't exactly grateful when I shut off the magic juice. Oh, je bedoelt die kerel die dat die stem van het konijn doet? Welk konijn? Nee. Ook een beetje een nasale rare stem. Nee. Ga je mij nou vertellen dat je nooit gehoord hebt van Army of Darkness? Oh, Army of Darkness wel. Dat is toch geen B-artiest? Jawel, joh! Dat is een superster. Nee, dat is de held van de BM-film, man. Mijn normale strategie is hier één iemand rechts en één iemand links, maar ik weet niet of dat wel nodig is in dit geval. Ze komen allemaal van één kant af. Daarom. Dat is pas later in het level. Maar hell or glory. Liberty or death en dat soort dingen. Apparently he can do this. Pin cushions coming right up. Hij praat echt wel als een konijn. Wat een konijn heb je er over? Ja, ook zo'n hele slechte serie is dat. Bugs Bunny? Nee, dat is met die kerel die weet ik veel, die heeft ruzie met zijn vrouw of zo, of zijn ex, of weet ik veel wat. En die woont dan met een konijn ergens in een kelder of zoiets. Mr. Floppy inderdaad. Ja, een Happily Ever After of zoiets heet dat. Zo'n serie waar je waar ieder normaal mens eigenlijk al hoofdpijn van krijgt bij de gedachte. Ja, dus die keek ik. Ik heb mezelf weer eens een keer van mijn pakket laten boeken. Echt waar, krijgen we weer maar vier doodsmokers. Ja, ik vind het gewoon niet eerlijk. Reflect on my mistakes. Oh, who am I kidding? I didn't make any. Let's take a moment to reflect on my mistakes. Wipe your feet. Dat is wel een beetje saai zo. Nou, weet je, dat is ook een beetje het gevoel. En als je nou in de latere levels komt, nou, wat ik al zei, dan heb je maar zo'n sigaret nodig. Want je rent je helemaal de tak. Yes! Hell Street! Alhoewel, straks komen er natuurlijk ook wat grotere varianten van deze monsters aan. Heavy Orc Warrior, dat lijkt mijn schoonmoeder wel. Ben je wat kwijt? Oh. Nou, ik heb hier ineens twee voor mijn neus staan. Ja. Ik ben ze bij die poort aan het weghouden. Ja, hadden ze gewoon nog helemaal nooit mogen zijn, man. Ja. Niet klagen of zo, hoor. Wie ligt dat nou precies eigenlijk? Nou, ik wil geen namen noemen, Martijn. Maar, ja. Ik denk aan jou. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Deze insinuatie staat je tegen de borst. Zo, hup, gaan. Je moet je misschien aan deze kant nog wat dingetjes neerzetten anders. Mag wel. Ja, die kant is het wel geregeld. Zoals je ziet. Zie het, ja. Tjonge, jongen, het is maar goed dat ik er ben. We hebben elementals. Nou begint het spannend te worden hoor. Ga eens dood! Ga nog eens dood! Soms ben ik blij dat ze mezelf een week bedienen. Ik weet het. Misschien moet je beneden even komen kijken. Oké.
Gewoon, het is een hint. Kijk, het begint eigenlijk een beetje chaos te worden. Ik voel me weer op mijn plek. Kijk, blijf eens dood. En boom! Daar ben ik. Yo, niks aan het handje. Final wave. Zo, anders ga jij even helemaal los met die dingen. En kegelen maar. Iedereen chip. Ja, dat was ook nog, ja. Ik weet niet hoe het zit met jou over links, maar over rechts is het best druk. Ik heb het redelijk voor elkaar hier, maar ik loop alweer beneden. Ja, ik ben nog boven. Dan ga ik anders maar even naar beneden komen dan. Oh ja, want er zijn ook mensen die denken dat het in de rug hakken van Stefan een gegarandeerd goed idee is. Nou, een gegarandeerde actie voor succes. Ik moet zeggen, dat kan ik niet met ze oneens zijn. En... ga eens dood. Goed. Zo. Nummer 3! Is niet best. Waarom krijg jij 4 bonus skills en ik maar 2? Je hebt gewoon niet genoeg je best gedaan. Nee, dat mogen duidelijk maar zijn. Maar volgens mij was dit, is dit precies zo voldoende om eens te demonstreren wat dit spelletje doet, zeg maar. Ja, dat denk ik ook. Want ik moet heel eerlijk bekennen dat mijn rechter muisvinger voor de linker muisknop enigszins verdoofd en dik aanvoelt. En dit is iets wat zich slechts alleen nog maar voor kan stellen. Ik moet wel toegeven dat ik het spel een flink eindje gespeeld heb in het verleden. En het is vermakelijk, maar het wordt voornamelijk erg lastig. Ja, en ook wel een beetje saai. Ja, het is heel eentonig. Ja. Dus het idee is leuk, de uitvoering is een beetje hit en miss. Maar als je heel erg dronken bent, is dit een uitstekend spelletje om te spelen. Ja, dat denk ik ook wel. Je kan namelijk bijna niet verliezen, alhoewel. Dat zeg ik nou wel, maar dat ben ik misschien niet. Ik heb een aantal keer lelijk verloren hoor, met het spel. Is dat zo? Ja. Ik weet het niet. Ja, dat was wel in mijn eentje hoor, maar... Ja. Nee, maar het is, dat is leuk voor een uurtje tussendoor zo. Even. Ja, als je eventjes silo's van je af wil knallen, dan zou ik kiezen voor Orcs Must Die 2.